Nou, wij hebben dit jaar voor de tweede keer op rij hebben we de verkiezing gehouden van de Gooise Bal. Vorig jaar zijn we begonnen. Heb ik samen met een jury hebben we geprobeerd om te zoeken naar de Gooise Bal. De Gooise Bal is een naam omdat wij natuurlijk hier gevestigd zijn in het Gooi. Dat is met heel veel enthousiasme ontvangen en wat erg leuk is voor ons als slager, wij hebben natuurlijk elke dag verkopen wij gehakt. Mensen komen dat product halen en iedereen die maakt voor zichzelf of voor hun kinderen of voor wie dan ook, maakt de lekkerste gehaktbal. Een gehaktbal moet sappig zijn, goed op smaak, een mooi korstje en bovenal gewoon lekker makkelijk te eten en niet droog. Wat we dit jaar gezien hebben is dat er ook mensen zijn die met rundegehakt, zoals de winnaar die daar echt uitsprong. Dus met een heel mager product, maar toevoeging van de goede producten met olie en met vocht. Dat drogere product heel smaakvol en heel sappig kon krijgen. Nou, nummer 1, Marks. Daar gaan we. Allereerst nog een keer. Ja, dankjewel. Hartstikke bedankt voor je deelname. Ja, hartstikke leuk. Ik heb voor jou ook de eeuwige roem, de oorkonde. Met de winnaar van de Gooise Bal 2013. Schitterend. Dus die kan je inlijsten en aan de, op de schoorsteenmantel. Krijgt zeker een plekje. En daarbij, ook voor jou, één bos bloemen. Ja, mooi. En natuurlijk, de beker. Kijk, daar ging het om natuurlijk. Even hard gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Dat is heel leuk om mee te doen. En nogmaals, echt de creativiteit en het gebruik van rundegehakt heeft bij ons als jury duidelijk de doorslag gegeven. En jouw bal is tot, dat zal mei, juni volgend jaar zijn, een jaar lang de Gooise Bal 2013 en een stukje 2014. Ik hoop dat je goed verkoopt. Ik hoop het ook. Het recept is goed, dus dat moet lukken. Dankjewel. Het geheim van een winnende bal. Ik heb me een beetje laten inspireren door het zomerweer. Ik dacht, laat ik de zon in die bal proberen te stoppen. Dus zongedroogde tomaatjes en verse munt. En verder een iets andere bereidingswijze dan de meesten doen, geloof ik. Ik heb hem langzaam gegaard in vleesvol in plaats van in de koekenpan. En dat maakt hem een stuk smeuiger. Het leuke is dat de Gooise Bal 2013 tot de Gooise Bal 2014 gekozen wordt, een jaar lang bij mij in de winkel verkrijgbaar is. En ook bij Lunchroom Shikara op de voorbaan in Huizen op de kaart staat, waardoor die dus warm geserveerd wordt en kant-en-klaar is.